Karim. Ja, ik vraag me eigenlijk af waar het gevoel vandaan komt, Kriek. Ik ben het helemaal met je eens, maar waar komt jouw gevoel vandaan? Waar komt dat door? Zoals ik net aangaf. Ja. Ik begrijp het gevoel, ja. Maar zijn er gebeurtenissen geweest? Of? Dat juist niet. Nee, maar ik bedoel, bij mij is het dus wel zo. Ik bedoel, we hebben gezien hoe het is gegaan met de euro. Ja. En met de Europese Unie, de grondwet en dergelijke. Ja. Ik bedoel, heel veel mensen tegen. Speelt dat bij jou ook mee, of? Speelt het eigenlijk niet mee? Is dat gewoon vanzelf uit het niets naar jou toegekomen? Nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Gevoel, kijk, ik heb eigenlijk echt nooit vroeger voor de PvdA, puur omdat mijn vader het wel. Ja. Programma's gelezen van zodat hij denkt van oké, cool, dope, ziet er goed uit. Maar uiteindelijk zie je dat er toch niets meer gebeurt. Ander voorbeeld, laat me meteen hooggrijpen, is Obama. Ja. Zijn campagne was meer yes we can, dit en dat. Zodra ik aan de macht kwam, komen ze uit Irak. Onze jongens komen terug naar huis. Nou, zijn er 40.000 extra gegaan. Dus daar is ook geen ene flikker van gebeurd, om even heel brutaal zo te zeggen. Dus het is een campagne. En campagnes zijn er eenmaal om mensen te misleiden. En dan kunnen we eigenlijk denken aan een stelling die eerder op de avond ervoor is gekomen. Ja, ja. Is dat mensen worden wijsgemaakt om met mooie beloftes en mooie plaatjes om op een bepaalde persoon te stemmen. Maar op het moment dat het eigenlijk zo ver is, zie je dat toch met een heleboel, op zijn Surinaams gezegd, draai wordt gedaan. Om in ieder geval toch hun eigen pad op te volgen. En dat is ook de reden waarom heel veel kabinetjes gewoon vallen elke keer. Ja, precies. Dion. Ja, ik ben het met Erik eens, ja. Ja. Maar ben je het ook eens met de stelling? Ik zal hem even nog een keer oplezen. Ja. De burger heeft geen invloed op een politieke besluitvorming. Het stemrecht is een illusie. De burger heeft geen macht in het democratisch stelsel. Kijk, dat wij geen macht hebben in het democratisch stelsel, dat nou, ik weet niet als burger. Maar ik vind wel dat we geen invloed hebben op de politieke besluitvorming. Ik bedoel, voordat we naar Afghanistan zouden gaan, was er al iets van 2 jaar of 3 jaar van tevoren was al bekend dat we naar Afghanistan zouden gaan. En we mochten ervoor stemmen. Waarom eigenlijk? Ik bedoel, het zat 2 jaar van tevoren bekend dat ze daar naartoe zouden gaan. Dus waarom dan nog stemmen? Ook met het Europees grondwet. Ja, misschien dat ze jou laten stemmen om jou toch meer het gevoel te geven van... Het is bullshit. Maar kijk, ik wist bijvoorbeeld al dat 2 jaar van tevoren van nee, we gaan naar Afghanistan. Ja. Ik zat gewoon te wachten eigenlijk. toch? En dan opeens van, oh, je mag gaan stemmen. Voor wat? Weet je, ik bedoel maar van. Dus ja, dan, het gaat gewoon tegenwoordig lijken, zoals het nergens om gaat. En ik vind gewoon dat het hele stemmen gebeuren tegenwoordig gewoon meer een show is. Precies. Dan dat het echt zeg maar eraan toe doet of zo, weet je. Ik vind het hele stemmen gebeuren van politieke partijen, kan je gewoon vergelijken met popstars. Ja, net zo goed lijkt van op idols en zo. Je weet van tevoren al wie gewonnen heeft. Maar ja, de sms'jes en dingen moeten toch binnenkomen voor het gevoel dat je toch wat te zeggen hebt. Dus in dat opzicht, ja, het stemmen is gewoon idols en die kandidaten zijn gewoon de politieke partijen. Mooi gezegd. Okay. Ja. Okay. Wat vind je daarvan? Persoonlijk? Vind je dat acceptabel? Ik vind het helemaal niet acceptabel. Nee. En ik geloof me, ik ben wel een van de personen om te zeggen, joh, laten we gewoon met z'n allen gewoon verzamelen op de Dam en zo. Maar ik weet zeker dat er gewoon, ook al luistert heel Nederland, en heel Nederland is met me eens, het feit dat ze mij niet kennen, of het feit dat ze gewoon zoiets hebben van, ja, is die dude, zullen ze nooit ons allemaal joinen op de Dam. En dat is wel jammer. Dat is iets wat we, dat is de eenheid die eigenlijk Nederland mist. Mm-hmm. Ja, vind ik heel mooi gezegd. Ja, ik bedoel, als volk hebben we een heel groot mond, maar als het op daden aankomt. Precies. Okay.